Welkom beste kijkers bij alweer een vooruitblik en terugblik van Sok Reporter TV seizoen 2021-2022. In deze uitzending blikken we vooruit op de wedstrijd GIS Altena uit de tweede klasse Zuid 1. En in terugblik laten we u de doelpunten zien van de wedstrijd aan Meijer Streefkerk die in 2-1 eindigde. GIS is prima begonnen aan het seizoen. Het team van trainer Marco van Beek staat op een keurige derde plaats met 5 gespeeld 10 punten. GIS speelde de laatste jaren regelmatig in de tweede klas, met uitzondering van het seizoen 2018 en 2019, toen speelde GIS in de eerste klasse. De tweede klasse F is een sterke competitie, waar momenteel het uitstekend presterende wielrecht aan de leiding gaat, met 5 gespeeld 13 punten. Gevolgd door SVW met 5 gespeeld 11 punten. Maar ook Rode Boys en de tegenstander van zaterdag Altena doen mee voor de prijzen. Voor beide ploegen is het belangrijk om zaterdag geen puntverlies te leiden, om de aansluiting met de kop van het klassement te behouden. En dus kan het zaterdag een boeiende ontmoeting worden. Topscorers bij GIS zijn Stef Kamp met 3 doelpunten, Ben Vissers en Juri Bos met 2 doelpunten. Ook het Altena van trainer Johan van der Werf is prima gestart deze competitie en is zelfs nog ongeslagen. Maar met 3 gelijke spelers leef je ook nog wat punten in. Altena is wel een beetje te vergelijken met GIS, ook de laatste jaren regelmatig in de tweede klasse, met soms een seizoen in de derde klasse en in 2013 een seizoen in de eerste klasse. De laatste seizoen had Altena wat pech. Met een na-competitie en een seizoen dat na 17 wedstrijden door corona werd stopgezet en altijd met ruime voorsprong op de titel leek af te stevenen. Topscorers bij Altena zijn Julian Gehlert en Johnny Schouten, beide scoorden 2 keer. De wedstrijd staat onder leiding van de heer D.A.P.H. van Helden uit Prinsenbeek. Laten we hopen op een leuke en spannende wedstrijd. We gaan nu nog even kijken naar de doelpunten van Ameide Streefkerk. Ja beste mensen, kom zaterdag in grote getallen naar Sportpark Dalem. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de wedstrijd bij te wonen, dan kunt u vanaf zaterdagavond naar een videosamenvatting kijken op sokreporter.nl en regiovoetbal.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.